allemaal en welkom bij Leerpools met Roland. En in dit hoofdstuk, hoofdstuk 4b, gaan we het hebben over de huisdieren op zijn pools. Of een soort van huisdieren, een soort van algemeen dieren, zeg maar. Hoe je die noemt op zijn pools. En daarvan heb ik links in de pool, links in het zwart de woord op zijn pool staan. En rechts staat in het rood de Nederlandse vertaling. Dus laten we beginnen. Het eerste woord is tja. 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 Hoewel er een P staat, spreek je die niet echt uit, maar maak je meer een tsch geluid. Het is een TSJ geluid. Dus tja. Tja. Kot. 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 Konje. 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 Dus, zoals je hoort, konje. Maak je op de N, maak je nog een. Zeg je in principe nog een I en een E, die staan er niet, dus je spreekt naar de, maar je spreekt hier naar de N, de I, de, nog de letters I en E uit, dus konje, konje, ptak, ptak, dus ptak, dus echt letterlijk p en dan tak, dus ptak. Niet gewoon tak, want dat betekent ja, dus en dan weten ze niet dat je het over over vogels hebt. Ribba. 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 Swinia. 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 Dus zoals altijd twee uitspreken als een V. En dat was deze postles voor nu. Dus bedankt voor het kijken van deze les. En hopelijk tot de volgende les weer. Dus voor nu, tot ziens.